Goedenavond. Nou, het is vandaag. Wat is het vandaag? Vrijdag. We raken hier echt helemaal in de war met de dagen. Het is vrijdag de 17e februari. En we zijn nog steeds hier. Het is de bedoeling dat we 1 maart toch echt gaan rijden. Misschien iets eerder, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. En de volgende vlog komt eraan. En daar zit van alles en nog wat in. Het is een ratje toe van leuke, gekke, maffe momenten. Niet zoveel eten als de andere keren. En ik zei, je moet gewoon even weer gaan kijken. Want het is gewoon geweldig om weer de volgende vlog in elkaar te zetten. En ik krijg er steeds meer plezier in. Maar ja, ik wil er nog steeds wat muziek bij. Is nog niet gelukt tot nu toe, dus ik ga proberen om vanavond toch wat muziek erbij te zetten. En lukt dat niet, dan doe ik het volgende week. Dus ik doe mijn best. We maken er weer wat leuks van. En ik zou zeggen, geniet er weer van. Als je wil abonneren, hartstikke fijn. Geef een duimpje. En maak er... Abonneren kost ook niks, is helemaal gratis. Dus kom even kijken op ons YouTube-kanaal. Spanjers on Tour. En dan hoop ik dat ik jullie heel gauw en vaker mag zien. En jullie mij. Oké, hele fijne avond. Doei doei. Waar gaan jullie heen? Volgens mij ga jij met Howard, Willem en Sandra naar de Decathlon. Oh, we gaan naar Decathlon. En jullie gaan daar poncho's kopen en helm voor de fiets. Dus ik ga jullie heel veel plezier wensen. Dankjewel. En neem wat moois voor me mee, zou ik zo zeggen. Ja, laat het geld rollen. Ja, maar dat rolt altijd van me af. Ja, dat is het probleem. Dat is helemaal goed. Dinantje. Nou, oké. Oké. Doei doei. Doei. Nou, hier zijn we dan bij de Decathlon. Voor een fietshelpje kopen en een poncho. Dus dan gaan we even kijken. Het is hier allemaal grote winkels. Ja. Druk hier. Ik ben heel snel nou. Yep. En we zijn weer bij de Decathlon. Nou, dan gaan we daar naar binnen. Tot zo. Moet je eens kijken wat een grote zaak. Heel groot. We zijn nu op de bovenverdieping. Nou, kunt je niet voorstellen wat ze hier allemaal hebben. En hier gaan we op zoek naar de helm voor Tineke. Kijk Tineke, ik stuur je dit filmpje en dan mag je de kleur bepalen van je nieuwe helm. Ja. Nou, we zijn geslaagd voor de helm. Ik een witte en Tineke een gele. Dus dan gaan we betalen. Dan gaan we daarna nog even een sigaretje roken. En ja, klaar is Kees. Doei! Ik zit op een... Schakelvarretjes daar alweer. Een wildzwien. En daar allemaal in de Decathlon. Dat bedoel ik maar. Dat bedoel ik. To something. This is for you. I knew you were up to something. I had to think of something more to say. It's a nice man. Oh, that's nice, isn't it? Oh, dear, no. See, that's a big car. Yeah. Hallo, Nederlands monnikje. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga douchen. Oh, en wat heb je daar voor moois aan? Ik heb een doucheponcho aan. Doucheponcho? En daar mag ik mee douchen van... Hola, buen dia. Buen dias. Een doucheponcho? Een doucheponcho. Die heb jij voor mij meegenomen gisteren van de Decathlon. En hoe kon ik nou zien dat jij een Nederlands monnikje was? Nou, kijk. Op de klomp. Ja, dat is hem. Nou, ga lekker douchen. Ik ga lekker douchen. Doei doei. Later. Kijk, ons Nederlands monnikje.
die zit even te praten met wat Duitsers. Hola. Ga douchen. Dag, Nederlands monnikje. Wat is er aan de hand, Tril? Ik heb die haar niet gezien. Wat moet ik daarmee? Nou, ik heb idee, want ik krijg de onderkant van mijn. Je moet de hart zuigen, dan zuigt iedereen vast. Ja, nou, hier, wat je het beste kunt doen, denk ik, is hier met een. Maar wat jij het beste kan doen, is even omdraaien. Deze kant. Ah. Nee, maar joh, wel een tijd. Wat zijn Maria dan? Dankjewel. Waar loop ik heen? Waar loop ik heen? Ik loop naar de supermercado. Dat is het winkeltje waar we elke dag boodschappen doen bij Maria en bij Jessica. Nou, ik wil even met ze op de video. En dan zullen we eens even kijken wat de dames ons te vertellen hebben. Zoals je ziet zijn de meiden niet. Niemand in het kantoor. Dus ik ga even bellen. Ik hoop dat ze zo komen. Ja, nou kom. Ja, daar komen ze aan. Ah, tada. Hallo. Nou, waar ben ik? Ik ben nu eindelijk bij de dames Jessica en Maria. Hola. En we zitten hier natuurlijk hartstikke fijn op de camping La Playa La Tropicana in Alcacer. En ik wil iedereen vragen, kom hier naartoe. Sol. Alles is hier gewoon. We hebben hier een prachtige tijd. En de dames die verzorgen ons hier in de winkel. Nou, het is fantastisch. Dus, fantastisch. Jessica. Ja, bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está, María? Perfecto. Perfecto. Tina, Jessica, María, José. Fantastisch. Tina. Primer año, Alcocebre, sí, Camping La Tropicana. Sí, Próximo año, Camping La Tropicana. Sí, merci, très bien. Arrivederci. Sí. Adiós. Adiós. Waar zijn we? Ergens aan het strand. El Palmaral zijn we. We gaan even wat drinken. We hebben de Chinees leeg gekocht. We hebben de schoenenzaak leeg gekocht. Lekker chocolaatje. Oh, het is hier fantastisch. Trilby gaat wat lekkers voor ons uitzoeken. Hamburguesa. Hamburguesa. Nee, daar is een yugo. Con queso, con carne. Lekker, lekker. Ja, pollo. Pollo, kijk eens even. We zitten hier heerlijk aan een gezellig strandje. En we zijn op de fiets, ben we hier naartoe gekaffeld. Het was weer mooi. En we hebben weer een heleboel geld uitgegeven. Dus onze mannen zullen wel weer heel blij zijn met ons. Maar dat interesseert ons geen ene fuck. Helemaal niks. Helemaal geen ene malle moer. Een mooi doggy. Kijk eens even. Ja, van hier. Nou, jongens, we gaan hem wat drinken. Zo terug. Ik zei er wel, ik hoef geen patat. Trilby, ja. Hebben wij straf? Ja. Volgens mij ook. We moeten verplicht dit opeten. Wij moeten dit verplicht opeten. Dit werd ons net even voor de neus gezet. We hebben het niet eens besteld. We begrijpen er helemaal niks meer van, hè, Tril? Nee, helemaal niet. Nee. Ik wil vanavond maar een patatje, want ik hoef geen warm eten meer. Nee, en Dina die eet zijn cannelloni of ravioli of wat je ook wil. Wij gaan hier even van genieten. Ik zeg nog zo, geen patat. Ik zeg nog zo, geen bommetje. Ik dacht dat het een broodje was. Volgende keer moeten we beter lezen. Ja. Nou, eet smakelijk, lieverd. Ja, joh.
hem vast. Doe maar. Goedemorgen is het hier nog. Prachtige zonnige dag. En ik hoop dat jullie de vlag hebben gezien. Dat jullie weer hebben genoten van de vlag. En ik zeg gewoon vanuit een heel zonnig Alcacer. Een hele fijne dag. En tot volgende week. Doei doei. Help me drof. Niet valt. Dwars. Vrouw gesproken. Wat doe je nou? Film. Waarom? Je wil gewoon nog filmen. Dat kan toch niet? Dat zet ik er toch niet meer op. Oké, weet zeker? Ja.